Ik ben in Jamaica en ook hier heb ik wat producten opgemaakt. Maar zoals jullie misschien weten, als je op vakantie bent, dan moet je natuurlijk alles weggooien in verband met het vliegtuiggewicht. En wij hebben hier echt een serieus probleem met dat onze koffers waarschijnlijk te zwaar zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk weg te doen. Ik zal eerst even de dingen laten zien die gewoon ook echt op zijn. En dat zijn deze zonnebrandcreme. Dit is Garnier Ambre Solaire voor kinderen 50+. Nou, die heb ik natuurlijk gebruikt. Die was heel snel op. We zijn hier 16 dagen en hij was denk ik na 5 dagen al op. Even kijken. Dan hebben we deze zonnebrand. Die hadden we hier gekocht. Het is voor mijn vriend. Die heeft een lage factor nodig, denkt hij. Al vind ik dat hij ook gewoon 30 of zo moet gebruiken. Maar dit is van Hawaiian Tropic. Deze hebben we dus hier gekocht. En echt heel stom, want ik heb thuis heel veel zonnebrandcremes. En ik had er maar één mee, één zo'n grote. En toen moesten we dus echt voor, wat was het, 8 euro deze kopen. En ik had nog een kleintje mee ook. En die heb ik verder nog gebruikt. En nog een ander kleintje. En het was echt een beetje de restjes gebruiken van flesjes die ik mee had en zo. Dan hebben we nog de After Sun van de Kruidvat. Dit is de Solette After Sun Lotion. En die hebben we elke dag gebruikt. Vooral mijn vriend, die vond deze heel erg lekker. Hij is best wel flink verbrand op zijn rug. En ja, die is nu op. Heel lekker deze. En ook lekker budgetproof. Dan hebben we nog de Nivea Visage All-in-One Extra Deep Cleansing Face Wash. Die hebben we allebei gebruikt. Mijn vriend vooral veel. En dat is een soort face wash met korreltjes erin. Het is heel lekker. Ik vind het op vakantie altijd lekker om gewoon zoiets in mee te nemen. Wat je gewoon alles in één keer doet. Reinigen en gewoon goed voor de huid. En hij is niet heel agressief of zo. Dan heb ik een douchegel opgemaakt. Dit is van The Body Shop Cranberry Joy. Ik neem eigenlijk altijd mijn eigen douchegel mee. Er is hier in het hotel hebben ze wel een goede, of een prima douchegel. Maar mijn vriend die kreeg daar bijvoorbeeld heel erg uitslag jeuk van en zo. Dus ik raad altijd anderen ook aan gewoon je eigen douchegel mee te nemen. Want dat is wel voor de zekerheid. Weet je zeker dat je er tegen kan. Want stel je zit net met zo'n douchegel die niet lekker is. Dan moet je in de winkel op zoek naar één. En dat kost dan weer extra geld enzovoort. Dan hebben we nog twee geurtjes die we hier achterlaten voor het personeel. Daar zullen ze vast heel blij mee zijn. En dat is niet omdat we ze vies vinden, integendeel. Maar het is gewoon echt heel zwaar. Mijn vriend die heeft deze mee. Die is van Beckham Signature Summer. Hele lekkere geur, maar zit er maar een heel klein beetje in. Kijk, zoiets. Hoeveel is dit? Volgens mij is dit 50 milliliter. Nee, 30 is dit. Nee, in ieder geval, er zit nog een beetje in, maar die flacon is vrij zwaar. Dat is dus echt ideaal om gewoon hier achter te laten. Dat gaan we zo aan iemand geven. En ik laat mijn White Mask Blush achter. En deze heb ik meegenomen en hij zat vol. Dit is van de Body Shop en dit is een Body Splash. Die zat dus vol. Ik heb hier dus 16 dagen mee gedaan. En elke keer als ik ging douchen en opfrissen, deed ik dit weer op. En ik heb douchen soms wel 3 keer per dag. Dus het is best wel hard gegaan. Maar het is een heel lekker geurtje en ik heb deze al thuis liggen in Eau de Toilette ook. Of Eau de Parfum. Nou, in ieder geval, ik heb hem thuis al, dus op zich laat ik deze, ga ik deze ook zo aan iemand geven. En daar zullen ze dus heel wel blij mee zijn, want ze hebben hier net iets, een stuk minder geld dan ons en zo. Maar goed, dat is alles wat ik hier in Jamaica heb opgemaakt. Of wij.